jongens, voordat deze video begint wil ik jullie eventjes vertellen dat normaal gezien bij deze serie dat ik gewoon een live facecam erbij doe. Alleen het bleek dus dat ik was vergeten om op play te drukken bij mijn webcam. Dus heel grote faal van mij. Maar deze episode zal dus geen facecam hebben. Maar de volgende episode zal dat gewoon weer hebben. Dus dat wil ik eventjes meegedeeld hebben. En in ieder geval, ik zou zeggen, enjoy de video. Houden we. Hey jongens, ik ben weer Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag aflevering Dose, oftewel 2 van Road to a Life Free For All Campstrike. En vandaag spelen we Free For All dus op Fright. En Fright, leuke map. Ik vind het een heel chille map voor Free For All. En nou is de twijfel, wat ga ik doen? Ik wil eigenlijk een subby spelen, dus... Ik pak een subby. Ik pak de Emta. Ik wil ook aan de andere kant spannen. Ik ben het liefst aan de andere kant. Misschien dat we naar de overkant kunnen komen, maar je moet niet gelijk door die map heen rennen. Dus blijf nou eventjes rond dit gebied hangen. En het is een Emta dus. Oeh, leuk spam man. Heel leuk. Oh shit, mijn aim. Dit is mijn eerste echte match. Toevallig ben ik net nog een match gejoined. Ik speel altijd van tevoren even in. Dat was dus een join in progress. 8 kills toen was de match afgelopen. Toen stond 8-1. Dus verwacht alsjeblieft niet te veel van. Maar dat wil dus niet zeggen dat wij niet ons best gaan doen. En er loopt er eentje onder mij. Die komt nu naar boven. 3, 2, 1. Not. Oké, dan niet. Waar de fuck ben je heen? Waar ben je heen? Hallo. Oh, hallo. Damn. Nee, mijn aim is niet echt optimaal. Fijn dat ik daar geknifed word. Hij heeft niet eens dead silence, hè. Dat is het allerergste. Dat hoor ik gewoon te horen, maar niet eens. Ik hoor dat niet, helaas. In deze kant wil ik zijn. Dit is mijn favoriete plek. En, oh man, leuk, leuk, leuk. Spawn, leuk, leuk. Waar spawn jij? Ah, god, hij spawnt achter mij. Nou, dan ben ik dus weer aan de andere kant. Probleem is, ik heb 4 kills. En zoals jullie weten, 5 is de limiet om je... Ja, 6 met hardline dan... Om je campsite te kunnen halen. En ik plant hier eventjes een leuk dingetje neer. Oh, fuck. Komt hij terug niet? Ik verwacht niet dat hij terugloopt. Oh, er zit er een onder mij. Nee, achter mij. Nee, what the fuck? Nee, hij loopt de godverdomme. Weer een match verneukt. Oké, okay, let's go. We gaan gewoon verder. Er zit er hier eentje links van mij. Daar is die klootzak die me net in mijn rug schoot. Fuck you. Nee, weer in mijn rug. Hoppakee, zo doen we dat. En niet anders. Oké, dan wachten we deze keer even op. Komt er om de hoek. 3, 2, 1. Oké, ik ben gek. Ja, als ik even door blijf spelen, heb ik die eenmaal zuiver. Want dit wapen is echt... Het is een submachine gun, maar hij is zo fijn gewoon. Dat is niet normaal. Echt onvoorstelbaar. En hier zit er eentje. Als ik hier net heel dat kon zijn, had ik hem binnengehaald. Want dit is echt gewoon de meest easy spot om je free for all cam te halen. Dan moet ik oppassen dat ze nou niet links daar naar boven komen lopen. Daar zei ik toch. Headshot. Haha, die man die blijft wel liggen. Hier zit er eentje in het midden van de map. Ik zit altijd UV te kijken. Dus als jullie denken van waar weet ik daar door? Alleen maar door de UV. Dus dat is het enige waar ik nou... mijn enige hulpmiddel. Oh, die honey badger die heb ik nog. Wat lag er eigenlijk? Ik wil eigenlijk een submachine gun oppakken. Die honey badger is niet echt handig omdat ik geen stalker heb voor die bij. Maar ja. Vrijgen waar hij heeft gedropt. ARX. Ik weet niet wat ik fijner vind. ARX is op zich wel sterk. Ik wacht even tot dit ding helemaal leeg is. Dat is nog 25 kogels. En... Ik wil eigenlijk niet verder lopen. Ik heb het idee dat hier, recht voor mijn neus, achter deze plaat iemand ligt te campen. Daar zo. Dus daar wil ik eigenlijk niet heen rennen. Vooral omdat hij mij dan aan het komen lopen. Ja, eigenlijk niet. Ik heb dead silence. Dus waarom doe ik ook zo moeilijk? Weet je wat, ik ga even hier kijken. Eventjes kieken. Oh, dat is handig. Nee. Nee. Oh, ik heb hem juist. We gaan even de wapen pakken. Nee, niet dood. Yo, geen zin in. Ja, dan zul je ook zien dat ik nou natuurlijk misschien ga. Dat is altijd... ARX. Let's go, let's go. Come on, come on. Kom, loop door. Nee, dan moet ik er op jou af. Oké, fuck it. Ik loop op jullie af. Geen silencer? Hier zit ik standaard de silencer op. Fuck. Zit er standaard geen... Ik dacht serieus dat de silencer standaard op de ARX zat. Dat is heel dom. Blijkbaar. Hoppakee, zo doen we dit. 23, jongen. Mijn ogen dicht. Bijna mijn ogen dicht. Als ik daar nou eens een challenge kon doen... Mijn ogen dicht. Free for all spelen. Dat zou echt. Dat zou de meest basis challenge zijn die er is. Echt op geluid spelen. Moet mogelijk zijn. Gooi even hier een leuk. Nee, dat ding niet. Ik wil een mooi vestje. Dankjewel. Je hebt er niet zo heel veel aan. Maar ja, ik doe het maar gewoon om het principe. En we hebben weer een vest. Misschien moet ik dat ding gebruiken als lokkaas. Pas als die niet spawnen. Ik gebruik het als lokkaas. Hopelijk werkt het. Shit, ik ben bang. Ik weet niet waar ze vandaan gaan komen. Ik denk deze kant toch wel. Of achter mij. Nou is ik fucked. Zeg alsjeblieft dat het niks goeds is. Want anders ben ik wel echt te lul. Oké, okay, sentry, dat is wel goed.
Soldier, your sentry gun is ready. Ik zag hem kruipen. Zag je hem kruipen? Oh jongens, frame drops. No way. Ik sta 24-3. Dus had ik nou best een mooi streakje. Nee. Wat is dit? Zo oneerlijk, hè. Zo chill, free for all. Je pakt het op en je gaat, weet je wel. Alleen, het probleem is, bij het begin ga ik altijd een paar keer dood. Dat is iets met mijn free for all. Ik ga altijd bij het begin een paar keer dood. Waardoor ik op dat moment mijn cam straks niet meer kan houden. Dus voor mij is dat nog best een challenge. Want ik kan best op een streak. Tot dat moment. Ik schoot eerder. Ah, hij liep al die tijd. Dacht maar, ja, ik hoor dat nu. Hij heeft geen dead silence. Maar wat ik dus aan het vertellen was, is dat ik bijna dood ga op een span. Met heel veel geluk. Oh shit, weer. Is dat dezelfde gozer? Oh, dat is dezelfde gozer. Oh mijn god. Ja, wat ik aan het vertellen was, meestal ga ik bij het begin, maak ik bijvoorbeeld 3 kills. En dan ga ik 3 keer dood, dan maak ik nog een paar kills. En dan ga ik bijvoorbeeld bij 6 kills of zo, dan ga ik weer dood. En dan kan ik dus geen campstrike meer halen. En vanaf dat moment ga ik meestal op streak. En ja, dan maakt het niet heel veel uit of ik dan nog dood ga of niet. Want ja, die campstrike kan ik toch niet meer halen. En die ene kill meer of minder maakt ook niet veel uit. Ik dacht serieus dat ik iemand zag lopen. Ah, helaas dus niet. Waar de fuck zit jij? Zal ik je nou even met de sentry gun neergooien? Want ik heb dat ding ook nog steeds. Nope. Oké, laat hem maar mooi staan. Zal hij hier aankomen? Ik denk het niet. Ik loop heel eventjes om. En hopelijk staat hij daar bij die deur om het hoekje te wachten. Dat zou wel geniaal zijn. Nou, nou. Oh, hij zit boven. Oh, hij zit op de trap. Ha! Easy kill. Ah, ik vind dat zo irritant, hè. Submachine guns met red dots. Dat vind ik echt... Dat is gewoon nut. Gewoon niet doen. Oh, kan ook. Zal ik even gewoon te kutten? Schrappen. Nee, dat ding niet. Nee, dat ding. Jezus, goed zo, oké. Dat ding zegt daar gewoon in. Oh, what the fuck? Come on, come on. Hij komt niet boven. Hij komt niet naar boven. Hij durft niet meer. Ik ga even blitz vest neer. Oh, ik heb nog maar 1 kill. Ik kan deze in de gaten. Nog 1 kill. En dan hebben we gewonnen met 30-4. Daarom is Free Frozen chill. Gewoon lekker je KD boost, jongen. Alleen mijn aim niet echt. In ieder geval, dat was het dan, jongens. 30-4. Free for all op. Ja. Ik wil zeggen tremor. Wat is helemaal geen tremor? Dit is. Ah, fuck. Ik ga even wachten. Ik moet het zien. Ik moet zien hoe deze map heet. Ik weet het gewoon. Ik kom alleen gewoon niet op. Iets flight. Nee, niet flight. Iets met dat. Flight is vlucht, dus dat kan niet. Hoe was het? Waar stond het? Ah, fuck it. Ik ga even kijken. Ik kan dit niet uitstaan. Private match. Game setup. Map. Nee, niet die. Het was... Flight. Het leek erop. In ieder geval, ik hoop toch dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. Zoals ik laatst al zei, bij de 500 likes, doe ik zo snel mogelijk weer een nieuwe. En ik weet de vorige keer niet gelijk 500 likes had gehaald. Dat maakt niet uit. Ik zet een punt neer waar we naartoe moeten werken. Dat hoeven we niet gelijk te halen. Dus, zodoende. En ja, in ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als je het leuk vond, laat een like achter. En als het goed is, komt zometeen nog een nieuwe Facecam Vrijdag online. Waarschijnlijk komt deze eerst tenminste. En dan komt waarschijnlijk over een uurtje Facecam Vrijdag. Ik probeer daar, als ik upload, 2 dingen tegelijkertijd. Of in ieder geval op dezelfde dag, probeer ik een uur tussen te doen. En in ieder geval, hopelijk vinden jullie het ook leuk. En tot dan. Houden we.